Geachte leden van de Raad van Hardenberg, dames en heren op de publieke tribune, mensen die ons thuis volgen via de media en natuurlijk de media hier vertegenwoordigd. Ik heropen de begrotingsvergadering 2017 en ik constateer dat het vandaag 14 november is. Zoals gezegd, ik heropen de vergadering met de mededeling allereerst van afwezigheid van de heer Odink en mevrouw Baaslag. En de heer Bak heeft aangegeven later te zullen arriveren. En als ik om me heen kijk, dan klopt dat verhaal helemaal. Akkoord. Deze vergadering is geschorst tijdens de vorige begrotingsbehandeling. Vorige week dinsdagavond. En de schorsing is aangevraagd door de fractievoorzitter van het CDA, ook sprekende als voorzitter van het presidium. De heer Breukeman, het is goed gebruik in deze raad om degene die om de schorsing heeft gevraagd ook het woord als eerste te geven als hij dat wenst. Kijk even in de richting van de heer Breukeman. En u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. In die rol wil ik ook even namens het presidium een procedurevoorstel doen. Dat zou inhouden om eerst even een kort rondje langs de fractievoorzitters te doen om te reageren op de gebeurtenissen van vorige week en de brief van het college. Vervolgens een inhoudelijke termijn van de Raad waarin amendementen en moties kunnen worden ingetrokken of juist ingediend. Daarna het college laten reageren op de gedane voorstellen en daarna over te gaan tot de stemming. Akkoord, ik kijk rond. Dat is een procedurevoorstel. Dat is ook akkoord door de anderen hier in de Raad aanwezig. Dan gaan we dat zo formuleren. Daarmee is de agenda ook gezet voor de rest. En het eerste voorstel was om even een rondje te maken langs de fractievoorzitters, voor zover daar behoefte aan is. Om te reageren op vorige week en de brief die naar aanleiding daarvan is gestuurd door het college. Wie heeft daartoe de behoefte? Breukeman, ChristenUnie. Blijf nou met Koersman, heer Gellingman. Ga ik even op volgorde af. De heer Breukeman. Ja, dank u wel. Voorzitter, veel fracties hebben vorige week aangegeven dat de begroting een helder en transparant stuk is. Als CDA waarderen wij de wijze waarop het college omgaat met de financiën van onze gemeente. En voorzitter, wij zullen ook zelf gaan lobbyen voor het behoud van trap-op, trap-af systeem zonder de wethouder permanent naar Den Haag te laten gaan. Wel betreuren we de wijze waarop we zijn geïnformeerd over het gebruik van de gavigelden en stellen de oprechte excuses van het college dan ook zeer op prijs. De rest van het CDA niets anders dan uit te spreken graag op een constructieve wijze deze vergadering te willen voortzetten. Dank u wel. Dank u wel. De heer Boersma. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Aanzienlijk meer dan collega Breukelman. Toen het college de schorsing aanvroeg, toen bereikte sommige mensen het bericht dat er wat problemen waren met de mogelijke financiering van de gavigelden. En toen zei ik, dat kan niet waar zijn. Zo even dan kreeg ik een collega, want daar waren we al geïnformeerd. Toen ik terugkwam als college, toen kreeg de heer De Vent het woord. Toen heb ik ook gevraagd waarom de heer De Vent eerst was. Daar had u een verklaring voor. En vervolgens bleek dat het gerucht in de pauze waar was. Toen heb ik het met enige felheid misschien aan de wethouder gevraagd. Wanneer wist u dat al? Dat was voor mij wel heel belangrijk. Want we willen graag hier goed geïnformeerd worden. En zo zijn we het hier ook gewend. We hebben een hartstikke fijne verhouding tussen college en raad. En ik had het idee, zijn we nou goed geïnformeerd en wat speelt hier nou? Ik heb daarbij mijn vingertje gebruikt. Ik zal het hier ook zeggen, dat moet ik niet meer doen. Dat krijg ik dan terug. Maar los van dat vingertje, de boodschap was wel helder. Van ik wilde graag weten wanneer we geïnformeerd, wanneer de wethouder wist dat dit speelde. Vervolgens hebben wij als fractievoorzitters overleg gehad, gezegd laten we nou schorsen en laten we vandaag voorgaan. En ik denk dat een heel goed besluit geweest is, want we hebben dan ook onze voorstellen kunnen heroverwegen en straks zullen we ook andere voorstellen indienen. Ik heb altijd geleerd, en ik heb dat ook geleerd van hem naar wie we onze partij christelijk noemen, dat je fouten maken mag en dat je van je fouten moet leren, en zeker als je zegt dat je er spijt van hebt. En de brief vond ik opmerkelijk. En ook knap. Het gebeurt niet vaak in de politiek dat politici excuses aanbieden. Misschien is dat wel een reden waarom zoveel mensen zich van de politiek afkeren. En wij hebben een college die gewoon gezegd, we hebben een inschattingsfout gemaakt, dat hadden we anders moeten doen. Als je excuses aanbiedt, is het aan de andere kant van de streep, van onze kant, of van mijn kant, misschien mag je ook zeggen,
De vraag, wil je dat, die excuses aannemen? In onze termen wil je vergeving geven. En dat doen we ruimschoots. En hiermee zeggen we sant erover en gauw verder met de begroting. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. VVD, de heer Gelling. Ja, voorzitter, één aanvulling daar nog op. Het werk van de Raad laat zich eigenlijk wat mij betreft in twee zaken uiteenvallen. Enerzijds het kaderen van beleid en vervolgens het controleren daarvan. Daarvoor is het wel noodzakelijk om als Raad over de juiste informatie te beschikken. En wat mij opviel in de brief, naast de excuses, was de keuze die u zegt gemaakt te hebben voor het al dan niet delen met, van informatie in welke termijn dan ook. Nou ja, ik denk dat het duidelijk is dat dat geen keuze is, maar zodra er informatie is, dient u die ter beschikking te stellen om vervolgens daarover te kunnen praten. Het achterhouden van informatie is politiek bezien, doorgaans, laat ik het voorzichtig formuleren, niet de bedoeling. Maar voor het overige, dank voor de excuses en wat mij betreft kunnen we ook verder met de vergadering die wij als buitengewoon prettig hebben ervaren. Laten we het hierbij. Dank u wel. Dank u wel, de Partij van de Arbeid-fractie, mevrouw Luiter. Nou, wij staan er niet zo heel veel anders in, behalve dat het een heel onverwachte avond was en daarmee ook wel weer eens spannend. Beschouwen we dit eigenlijk als een beetje onhandig bedrijfsongeval zonder opzet van betrokken partijen, voor zover wij hebben kunnen vaststellen. Dat gebeurt wel eens, we maken er het beste van en we waarderen dit. Dank u wel. Dank. Laks van Op Koers Punt Nu. Dank u, voorzitter. Op Koers.nu vond het vervelend dat de info niet op het juiste moment kwam. Ik hoop dat de info in vervolg, ook al is het 11:55, toch direct aan ons wordt gegeven. En we vinden dan ook dat dit schouwspel in twee bedrijven afspeelt. Dat vinden we echt niet nodig geweest. Akkoord. D66. De slot. De heer Rodeman, nee, niet de behoefte om te reageren. Prima, daarmee hebben we een rondje langs de fractievoorzitters gemaakt. De brief van het college is helder en duidelijk. U heeft daarop gereageerd en dat is volgens mij ook helder en duidelijk wat daaruit is gekomen. Een mooie les constateer ik wat dat betreft. En laten we snel verder gaan ook met de vergadering. Dank. En dat betekent, als we verder gaan met de vergadering, dat betekent de begrotingsvergadering een vervolg geven. Met een, ik noem het toch maar een vierde termijn van de gemeenteraad. Want daarin zijn we nu beland. Er lagen 5 amendementen en 2 moties op tafel. Of die liggen er nog steeds. Laat ik het correct formuleren. 5 amendementen en 2 moties liggen er op tafel. Daar zijn we gebleven. En ik denk dat het goed is om op volgorde van grootte de raadsvergadering de vierde termijn te vervolgen. Dat betekent dat ik het woord geef aan de heer Breuk. Dank u wel, voorzitter. Vanwege de inhoud van de brief van het college en de betekenis daarvan voor de aangegeven dekkingsmiddelen, moeten wij terugkomen op het reeds ingediende amendement OZB. Dat was amendement nummer 1. Deze komt dus te vervallen. Het belang dat wij als CDA aan de onroerende zaakbelasting hechten vervalt echter niet. En daarom dienen wij samen met de collega's de volgende motie in, waarbij ik met uw goedkeuren alleen het dictum zal voordragen. Draagt het college op om bij het opmaken van de begroting 2018 de opbrengsten onroerend zaakbelasting ten opzichte van de nu nog in de meerjarenbegroting geplande opbrengsten te verlagen met €600.000 en een voorstel hiertoe mee te nemen bij de kadernota 2018 en gaat over tot de orde van de dag. Akkoord. Ik probeer er helderheid en duidelijkheid in te houden. Ik nummer door met de moties, dus dit wordt motie nummer 3. Akkoord. Motie nummer 3. Die gaat deel uitmaken van de beraadslaging. Akkoord. En dat brengt mij automatisch op het gebied van de woonlasten, voorzitter. Wij zijn voorstander van een meer gelijkmatige ontwikkeling van de lasten. En nu is gebleken dat de gavegelden niet vrij te besteden zijn en de reserveafval nog een saldo heeft van €659.000, zijn wij van mening dat met het inzetten van een deel van deze reserve de stijging van de woonlasten in 2017 beperkt kan worden. En daarom dient de Raad het volgende amendement in, waarbij ik wederom alleen het dictum dan wel besluit zal voordragen. Besluit om €300.000 uit de reserve afvalstoffen voor 2017 in te zetten om het vaste recht afvalstoffenheffing te verlagen.
akkoord. En dat is amendement nummer 6. En die maakt ook deel uit van de beraadslaging. Akkoord. Dan naar het volgende punt. Vorige week hebben wij de oproep gedaan om nog deze vergadering te komen met een motie om het college op te roepen om nog dit jaar te starten met een regeling voor minimagezinnen met kinderen. Waar zoals u weet vanaf volgend jaar ook financiering voor het Rijk van zal komen. En deze plannen te dekken uit de hogere uitkering gemeentefonds naar aanleiding van de septembercirculaire. Nog deze vergadering leek vorige week enigszins ambitieus, maar om het op zijn Cruyffiaans te zeggen, elk nadeel heeft zijn voordeel, zo ook deze schorsing. Want samen met de collega's dienen wij de volgende motie in, waarvan het dictum luidt, draagt het college op om nog dit jaar een eenvoudige regeling te maken waarbij gezinnen met kinderen die rond moeten komen van een laag inkomen een tegemoetkoming krijgen voor algemene kosten. Hiervoor de hogere uitkering gemeentefonds van 70.000 euro beschikbaar te stellen. En gaat over tot orde van de dag. Akkoord. En deze motie krijgt het nummer 4 mee. En maakt ook deel uit van de beraadslaging deze avond. Akkoord. En daar wil ik het voor deze termijn eigenlijk wel bij laten. Akkoord. Dan de fractie van de ChristenUnie, de heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de motie omtrent de extra aflossing trekken wij in. Vanwege het ontbreken van dekking vanwege de GAVI-gelden. De motie omtrent het centrum. Eén moment, heer Stelpstra. Ja. Dat was het amendement, of niet? Amendement nummer 2 over de schuldpositie. Amendement. Ja. Amendement nummer 2, voor alle duidelijkheid, voor ieder, dat amendement 2 komt te vervallen. Akkoord. Voorzitter, de ChristenUnie is content met het brede draagvlak in de Raad. Om na de verrassing omtrent de bestemmingsgelden er toch eenheid is gevonden om de wensen via kaders voor de begroting 2018 om te zetten. Wij achten het van groot belang dat de voorstellen in samenhang met een positief begrotingsresultaat worden gerealiseerd. Dat is onszins een bestendig financieel beleid. We zijn daar nog niet, maar we zetten stappen in de goede richting. Namens de gehele gemeenteraad dienen wij een motie in om extra aflossing vorm te gaan geven aan de hand van mogelijkheden geschetst door het college. Wij vinden het een grote noodzaak de schuldquote richting de 100% te bewegen en roepen het college op hier voorstellen voor te presenteren bij de kaderstelling. Hierbij geven we een kader mee ten aanzien van realisatie uit de begroting. Die mag op 200.000 euro worden gesteld. We zien uit naar de plannen waarin het ambitieniveau wordt vergroot door ook te kijken naar incidentele inkomsten, meevallers en het afstoten van activa. We denken zelf dat hierbij zo'n 7 ton tot een miljoen per jaar schuldverbetering haalbaar moet zijn. Maar we leggen dit nog niet vast in de in te dienen motie, want we dagen het college uit het maximaal haalbare en realistisch uitvoerbare aan ons te presenteren. Voorzitter, we dienen in de motie met als dictum. Draagt het college op om in de begroting vanaf 2018 structureel een extra aflossing op te nemen van 200.000 euro. Hierbij een aanvullend aflossingsplan te presenteren bij de kaderstelling, waarin een mix van de genoemde overwegingen is aan te bevelen en qua onderlinge inhoud jaarlijks kan wisselen. Voorzitter, zoals er reeds in de... Even een moment. Ja, dit is motie nummer 5. Gaat over het aflossingsplan, zoals u aangaf. En krijgt inderdaad nummer 5 mee. Dank. Dank u wel. Voorzitter, zoals reeds in de bijdrage genoemd, staat de ChristenUnie voor vandaag beter dan gisteren en morgen beter dan vandaag. En dan wel op de punten een sluitende begroting. Zowel structureel als incidenteel. Een verbetering van de schuldpositie. Een hernieuwde visie op het grondbedrijf. Innovatie in duurzaamheid met een goed plan en een concreet plan voor een compact en aantrekkelijk centrum in Heidelberg en Dedemsvaart. Dank u wel. Akkoord, dank voor uw bijdrage. De VVD-fractie, de heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik ben nu een beetje buis. Want ik dacht dat in deze ronde vanwege het voortgezette vergadering het alleen de bedoeling was om de eerste beraadslaging te doen en daarna te gaan
discussiëren erover, maar ik hoor meneer Stamsen nu al wat bijlagen geven en wat toevoegingen. En dat is niet de bedoeling, dat doen we hierna. Wat aangegeven in deze termijn, dit is de termijn van de raad waarop de motie amendementen te sprake komen. Dat worden ingetrokken zoals is gebeurd of blijven staan. Er zijn nu een aantal nieuwe motie amendementen kunnen worden ingediend. Als u de behoefte heeft om nu te reageren, zou ik dat vooral ook doen nu. Ik ga daarna aan het eind van deze termijn ook nog even een rondje maken of er nog zaken zijn blijven liggen. Zodat we alles kunnen meenemen, in ieder geval naar het college toe, waarop zij kunnen reageren. Nou, blij ik het even gevraagd heb, want ik had nog wel een paar puntjes ter reactie, voorzitter. En als ik eens even afga wat er tot nu toe ingediend is, dan valt mijn fractie op, voorzitter, dat daar waar we het in de vorige vergadering nog hadden over allerhande voorstellen waarvoor een dekking was, die nu kennelijk is weggevallen door de Gavi-gelden, maar dat als gevolg daarvan plat gezegd, op één hele grote hoop gegooid wordt om vervolgens bij het college op het bord neer te leggen en zeggen, nou, weet je wat, hier heb je, waar wij geen dekking voor hadden en daar mag u dan zelf dekking voor zoeken voor het volgend jaar. Er zijn wel voorstellen die niet de begroting voor 2017 betreffen, laat dat helder zijn. En we hebben hier primair ter behandeling de begroting 2017, die daar eigenlijk geruisloos door glijdt. En mijn eerste vraag was eigenlijk dan aan de beide heren voorgangers, Breukelman en Stelpstra, die mij vorige week nog, u kunt ze nog herinneren, vroegen, naar aanleiding van mijn inleiding, waar ik constatering deed dat deze begroting muurvast zat. Beiden vroegen, maar op een zodanige manier dat daar wat lading achter zat, alsof ik dacht dat die begroting vast zat, dat was toch een kwestie van het maken van politieke keuzes en juist inzicht. Voorzitter, moet ik nu constateren dat die keuzes en juist inzicht bij beide fracties afwezig is, dat ze die ruimte voor dit jaar in ieder geval niet gevonden hebben, daarmee met mij eens zijn dat de begroting tamelijk vast zit en de zaken doorschuiven naar volgend jaar. Dat was tamelijk algemeen. OZB lijkt mij wat merkwaardig om eerst de OZB toch te verhogen, mede als gevolg van de afspraken waar u vorige week nog wat anders over dacht, om ze dan vervolgens nu alvast maar voor volgend jaar weer te gaan verlagen. Aardig is dat wij dat natuurlijk wel volledig onderschrijven, voorzitter, want een verlaging van de woonlasten, daar doen wij liberalen natuurlijk aan mee. Maar of het nou contentieus beleid is van de coalitiepartijen, daar mogen zij zelf wat van zeggen. Datzelfde geldt voor de verlaging afvalstoffen, alhoewel mijn fractie van mening is dat doordat nu duidelijk is dat de Gavi-gelden bestemd zijn en gebruikt moeten worden ten behoeve van de bestemming, dat dat een uitstekende uitgave gaat zijn. Wat mijn fractie zich nog wel afvraagt, voorzitter, en we vroegen ons het vorig jaar ook al af, is of de dividendgelden van de ROVA niet hetzelfde lot zouden moeten zijn beschoren. Want u schrijft in uw brief heel duidelijk dat het een gesloten circuit betreft, waarbij gelden die gegeven zijn voor het doel van afvalstoffen niet anders mogen worden besteed dan ten behoeve van de afvalstoffen. En ik maak mij toch voor de tweede keer nu bijzonder sterk dat in het kader van de uitspraak van het Hof zoals die gedaan is, waarin ik lees even heel duidelijk blijkt dat overschotten die gemeenten behalen met afvalstoffenheffing niet mogen worden toegevoegd aan de algemene middelen, dat toch bij dividend ook niet het geval is. Dus ik ben benieuwd of u ook niet wellicht een gedachte heeft over die 350.000 euro dividend die uit de ROVA komt, net als de Gavi-gelden van de ROVA, of die ook niet bestemd zouden moeten worden ten behoeve van de afvalstoffen en of daarmee dus ook niet onze burgers die betaald hebben daarmee gecompenseerd zouden moeten worden. Ik denk het wel, maar het maakt uw dekking nog interessanter voor de komende jaren. Voorzitter, dat was even ter zake de afvalstoffen. Hoor ik hele goede dingen ter zake de aflossing van de schuld, voorzitter. Dat zijn allemaal zaken die zo uit ons programma komen. Ik zal niet zeggen dat meneer Stelpstra de schuldquote kaapt, maar we zijn heel blij met de steun die er is. Wat mij alleen wel opvalt is dat, wat ik nog mooi vind, de 100% schuldquote wordt aangehaald hier. Het lijkt mij dan ook wel een gebaar om, mocht die berekening gemaakt worden, dat inclusief dan de norm te doen die de VNG hanteert. Dat betekent dat u dan ook los zou kunnen laten de koppeling aan de uitgaven en inkomsten ter zake het sociaal domein. Maar, voorzitter. De heer Stelpstra. Ik zat er zo lekker in, voorzitter. Ja. De heer Stelpstra, per interruptie. Dank u wel. Wij hebben al reeds besloten de definitie van de commissie Deplaat te gaan hanteren. Nou, dat heeft u besloten. Ik zie het niet terug in de begroting, maar nou ja, ik hoor telkens dat u het besloten heeft. Nee, dat is mooi. Nee, dat hebben wij gezamenlijk besloten. Ik zie het in de begroting niet, maar wellicht dat daar zometeen nog even een klein licht over kan schijnen.
Maar wat ik u wilde vertellen, en u voelde wel aankomen natuurlijk, en daarom haalt u het even eruit, is dat mocht u naar die 100% toe gaan, dan moet u toch nog 15 miljoen euro af gaan lossen. En met uw voorgestelde 200.000 euro per jaar duurt dat 75 jaar, meneer Stelstra. Dus de ambitie onderschrijven wij natuurlijk volledig. Alleen uw tempo, dat kan wel wat peper gebruiken. Maar goed. De heer Stelstra wil daar toch graag op reageren, zie ik. Dank u wel, voorzitter. Merkwaardig. Nou ja, in de motie geven wij duidelijk aan dat er meerdere mogelijkheden zijn om te komen tot aflossing. Waaronder het verkopen van Activa, het inzetten van meevallers, wat helaas nog niet is gebeurd. Maar wat wij wel een hele goede ambitie vinden. En ik gaf volgens mij net aan dat wij wel zien dat 7 ton tot een miljoen zou mogen. Dan gaat het aanzienlijk sneller. Maar als de heer Gelling ideeën heeft om het nog meer te versnellen, dan vindt hij mij aan zijn zijde. Voorzitter, als ik mag, dat is mooi. Maar ik denk dat u wat gepolderd heeft in de afgelopen dagen met uw coalitiegenoten en toen niet verder kwam dan deze schamele 200.000 euro. En die omarmen wij overigens wel, voorzitter, want alles is beter dan niets. En het gaat ons ook heel duidelijk om de gedachte die u hier tentoonspreidt. Dat is een gedachte die wij natuurlijk geïnitieerd hebben en het doet ons deugd dat u daar nu ook toegekomen bent tot dat inzicht. En wij zullen u graag ook helpen om te komen tot wat structurelere maatregelen om uiteindelijk de 100% halen, die overigens nog steeds 10% boven het landelijke gemiddelde ligt. Voorzitter, overigens die meevallers, maar dat dan zometeen denk ik ter zake het duurzaamheidsfonds. Van die meevallers die u graag wil bestemmen voor aflossing van de schuld, die wil uw andere coalitiepartij graag weer bestemmen voor duurzaamheid. En zo sterven veel goede gedachten vaak in schoonheid, meneer Stelstra. Maar desniettemin, onze steun heeft u daarbij. Voorzitter, ik loop wat vooruit op het door mevrouw Luijten vast in te dienen een duurzaamheidsfonds, wat wij overigens natuurlijk ten zeerste ondersteunen. Maar ook daar ben ik wel heel benieuwd hoe dat uiteindelijk gaat uitpakken. Hè, want de dekking daarvoor wordt gevonden in mogelijke meevallers en mogelijke onderbezetting. Nou, dat is heel veel mogelijkheden, maar daarmee bent u er nog niet helemaal. Maar wellicht dat daar zo meteen ook het college wat over moet zeggen. Wat blijft dan, voorzitter, dat er maar één verstandige motie ligt. En dat was die van ons, hè, die erop ziet om eerst te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor verlaging van woonlasten alvorens te komen tot allerlei wilde uitgaven. Want als ik het optel, is die 600.000 euro voor de OZB met die 200.000 euro van meneer Stelstra ter aflossing. En ook nog 500.000 euro die vast niet gevonden gaan worden in onderbestedingen of meevallers. Nog 1,3 miljoen. En als ik die uitzet in uw miljardenbegroting, dan kon het nog wel eens een interessante kadervergadering worden. Maar daar loop ik al vooruit, voorzitter, zoals in ieder hier al vooruit loopt. En voorlopig ligt die voor de begroting. Dank u wel. Dank voor uw bijdrage. Ik constateer dat motie 2, inderdaad, even voor de duidelijkheid, motie 2 ingediend door de VVD over de verlaging van de woonlasten, die blijft gewoon in stand, zoals u had aangegeven. De heer Breukelman. Ja, een aantal vragen vanuit de zijde van de VVD heb ik gehoord. Voor wat betreft het muur vastzitten van de begroting verwijs ik graag naar de pagina's 19 en 20, waar de besteding van ons genoteerd staan, dus daar kunnen zien hoe muurvast de zaken hier zijn. U beperkt dat vaak door alleen te kijken naar de niet benutte belastingcapaciteit. Nou, die wordt vanaf 2018 waarschijnlijk ook weer een stukje hoger. Dus alleen maar een mooi antwoord op die vraag van u. Over de dividendgelden, die worden bij mijn weten, voorzitter, gewoon toegevoegd aan de reserve afvalstofheffing, zoals deze raad dat ook nog niet zo heel lang geleden besloten heeft. Zeker, middels een motie. Dat heeft u inderdaad in de raad besloten, maar dat is niet standaard in mijn beleving. Maar de wethouder komt daar straks nog op terug. Ja, volgens mij was het altijd standaard hier. Is het een tijdje niet standaard geweest omdat het college iets anders wou. Heeft de raad daarna heel verstandig besloten om het weer aan de reserve toe te voegen. Maar wellicht kan de wethouder dat zometeen beamen. Dat is ook een mooie weer. Voorzitter, mag ik daar een kleine reactie op? De heer Gelling. Ik heb de pagina's 19 en 20 niet voorhanden omdat ik mijn wachtwoord weer verpest hebt in de noodhubis. Dus die blijf ik even schuldig. Wat ik wel heb gedaan is een uitdraai gemaakt van pagina 99, dividenden. En daar staat de ROVA-uitkering gewoon bij de algemene middelen. Maar goed, wellicht dat de wethouder daar zo wat over kan zeggen. En ja, pagina 29 lijken wellicht interessant, maar u vindt in ieder geval geen dekking voor uw 600.000 euro OZB voor de begroting van 2017. Of heb ik dat nou fout? Dat klopt. En daar hadden we hier ook geen meerderheid voor. Had u inmiddels meegedacht? Dan nee, maar daar zijn we het eigenlijk wel over eens. Ja. Toch fijn dat u in 2018 wel steunt, heer Gelling. Akkoord.
mag concluderen dat dit debatje afgerond kan worden. En 18 en 19 staan vooral de investeringen in nieuw beleid, zeg maar de vertaling van wat er is besloten door uw raad. Of in ieder geval wat vertaald zou moeten worden vanuit de kaders in deze begroting. Ik ga naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Luijten. Dank u wel, voorzitter. Wij waren natuurlijk zeer teleurgesteld dat het nu niet gaat lukken om eind van dit jaar een bol te kunnen drinken op een fantastisch nieuw duurzaamheidsfonds wat we hadden ingesteld. Maar dat zij zo en we begrijpen dat het niet anders is. Dat betekent dat we het amendement wat we daarover hebben ingediend intrekken samen met een aantal partijen. En dat daarvoor in de plaats wij een motie indienen. Met alle partijen behalve op koers en daarvan luidt het dictum om bij de resultaatbestemming 2016 uit eventuele onderbesteding of meevallers dan wel bij de eerste PIRAP 2017 een bedrag van 500.000 euro te bestemmen voor een duurzaamheidsfonds en de raad tegelijk met het te ontwikkelen duurzaamheidsbeleid ook een voorstel voor te leggen voor de bestedingen van deze middelen en daarbij prioriteit te geven aan lokale en laagdrempelige initiatieven uit de gemeenschap. Om meteen eventjes... Eén moment, voor de administratie. Dat betekent amendement nummer 3. Amendement nummer 3 van de Partij van de Arbeid. Duurzaamheidsfonds wordt ingetrokken. Ja, wat het college achter mij ook beweert, maar amendement nummer 3 wordt ingetrokken. En daarvoor in de plaats komt de motie nummer 6 over het duurzaamheidsfonds. Om dan meteen eventjes te reageren op meneer Gelling... wij hebben er zeer goede hoop op dat het wel degelijk gaat lukken uit meevallers of onderbesteding. Want normaal gesproken zijn er daar toch ook al een aantal van. Als dat niet zo is, dan zullen we ongetwijfeld, omdat we het hier met z'n allen daar zo over eens zijn, het college nog eens stevig aan de tand voelen wat mij betreft. En tot slot, als ik me niet vergis, hadden wij ook nog een amendement ingediend over de sociale ombudsfunctie. Daar heeft het college een advies gegeven in de vorige termijn om daar de dekking iets van te veranderen. Dat houden we nog even aan. Daar is nog enig overleg voor nodig en dat zullen we later deze vergadering laten weten wat dat gaat worden. En tenslotte heb ik toch de behoefte om eventjes uit te leggen waarom wij nu toch een aantal moties over teruggave van belastingen mede ondersteunen. Terwijl wij vorige week nog heel hard riepen dat we daar niet voor waren. Dat vind ik niet meer dan netjes om dat even toe te lichten. Want als het aan ons ligt, als je belastingen teruggeeft en je doet dat in zulke kleine beetjes, een tientje per jaar, dat niemand het wat merkt, denken wij, laten we toch met z'n allen beter investeren in iets waar de samenleving structureel iets aan heeft. Maar als dat blijkt dat die gavigelden helaas daar niet voor kunnen worden bestemd en toch nou eenmaal terug moeten, dan zijn we natuurlijk ook niet zo kinderachtig dat we zeggen we laten het liever op de bank staan. Nee, integendeel, dan geven we het maar weer liever terug. Dus dat is voor ons de reden om daar dan nu in tegenstelling tot vorige week toch mee in te stemmen. Dat voor nu eventjes. Akkoord, dank voor de bijdrage van de zijde van de Partij van de Arbeid-fractie. En ik constateer dat amendement nummer 4 nog, zeg maar, die houdt u nog in de lucht. Ja. Mm-hmm. Op koerspunt nu. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Wij hadden juist in de vorige vergadering amendement hondenbelasting ingeleverd. Die kan natuurlijk ook niet om een deel rioolheffing en een deel via de gavigelden. Dus vandaar dat wij die intrekken, maar we willen toch graag een motie daarover indienen. En deze motie, daar is het dictum, draagt het college op om de raad bij de kaderstelling 2018 van een voorstel te voorzien die een substantiële verlaging of afschaffing van de hondenbelasting tot gevolg heeft en van structurele aard is. En gaat Akkoord. Over tot de orde van de dag. Ja, dank u wel. Motie ingediend door de fractie van op koers.nu. Motie nummer 7. En daarmee is amendement nummer 5. Amendement nummer 5 wordt ingetrokken. Ja. Deze motie 7 gaat onderdeel uitmaken van de beraadslaging. Voorzitter. Yes, Telstra. Voorzitter. Ik had nog wel een vraag eigenlijk voor de Partij van de Arbeid over hun duurzaamheidsfonds.
Het staat er heel mooi in van lokaal laagdrempelige initiatieven uit gemeenschap. Maar ik had de wethouder ook horen spreken over Essent en Nuon. En wij willen graag weten wat nou de bedoeling is. Want anders kunnen we dit niet ondersteunen. Yes. Akkoord, mevrouw Luiten. Ja, voorzitter, het zou natuurlijk heel jammer zijn als ik voorzitter niet zou ondersteunen, omdat wij het de laatste zin iets onduidelijk hebben opgeschreven. Waarom dat erin staat is omdat wat de indieners betreft het fonds bedoeld is voor lokale initiatieven. Dat kan een plaatselijk belang zijn die zegt we gaan met z'n allen met de hele kern energie op, zonne-energie opwekken of een windmolen neerzetten. Want als je dat bijvoorbeeld voor je zou zien dat je hele grote windmolenparken zoals de Veenwieken neerzet, ja, dan is een fondsje van 5 ton natuurlijk ook zo weer op. Het gaat er juist om dat soort initiatieven een subsidie of een steuntje in de rug. Ik concludeer hieruit dat er geen geld naar de grote energiepartijen gaat. Behalve als ze toevallig iets samen met een lokale buurt doen, wat goed is voor de buurt. Maar het initiatief, het is heel duidelijk wat ons betreft althans niet de bedoeling dat die 5 ton in één keer naar dat soort grote bedrijven gaat. Dan hadden we het net zo goed niet. Akkoord, dank u wel. Meneer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was in de veronderstelling dat wij ook mede indiener waren bij de onderbelastingmotie. Ja, dat heeft u vanavond al gezet, net voor aanvang van de vergadering, maar dat klopt. En we zijn daar heel blij mee. Zeker het CDA die ook heeft meegedaan. Akkoord. Motie over de hondenbelasting, verlaging hondenbelasting ingediend door Okoers, maar nu wordt gesteund door op dit moment ChristenUnie en CDA. Ook de Partij van de Arbeid hoor ik net. Het lijkt alsof al de stemmingen termijn zijn terechtgekomen. Voorzitter, het is zelfs mede ingediend. Even voor de goede orde. Mede ingediend door, ja. Akkoord. Goed. Ik kijk even rond, want we hebben de termijn van de raad zitten we in de afronding. Maar het kan zijn dat ik toch nog iemand ben vergeten of dat iemand zegt van ik heb nog wel de behoefte om te reageren. En ik zie al een opgestoken hand en dat was ook de bedoeling van deze ronde. Want ik natuurlijk ook de gelegenheid aan de andere partijen geven om ook te reageren. D66 allereerst en dan ga ik naar mevrouw Van Hoek van GroenLinks. Ja, nu heeft u mij enigszins in verwarring gebracht door mij de kans te geven om te reageren. Goed, ik dacht dat we een rondje maakten, maar goed. Hoe het ook zij, wij ondersteunen een aantal van de amendementen en moties die vanavond ingediend worden. Van harte doen we dat met het Duurzaamheidsfonds, waarbij inderdaad wel de laatste opmerking van mevrouw Luiten wat ons betreft ter harte wordt genomen, omdat wij wel als doel hebben met dit fonds om aanzienlijk bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen zoals we die in de Raad tot nu toe hebben geformuleerd. Wat betreft de afvalstoffen, de GAVI-gelden dan. Ik heb begrepen dat er nu een amendement ligt om €300.000 een retour naar de gebruikers te doen. En dan lijkt er dus ook een aanzienlijk deel nog over te blijven van deze gelden die dus in een reserve worden gestopt. Wat ons betreft willen wij graag een pleidooi houden om met die gelden te kijken naar een innoverende manier om te gaan met afval, de inzameling daarvan en de verwerking ook daarvan. Mogelijk in combinatie met het duurzaamheidsbeleid. Dus als het college daarop kan reageren, dan graag. En wij zien ook tevens, net als VVD-collega, dat er best wel een aanzienlijk wensenlijstje is, ook financieel gezien. Die 1,3 miljoen, dat rekensommetje had ik ook gemaakt. Waarbij er ook nog in de vorige beraadslagingen vorige week een aantal zaken naar voren werden gebracht, zoals centrumplannen en dergelijke. Waardoor ons toch het gevoel bekruipt dat wij toch eens een keer samen in deze raad, mogelijk bij de kaderstelling, moeten kijken naar een andere focus wat betreft de toekomstige begrotingen. En graag nodig ik de collega's daartoe uit. Tot zover mijn bijdrage. Kort, dank u wel. Mevrouw Van der Hoek, fractie van GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Het is goed om te constateren dat zo'n schrikmoment ook een opfriscursus met zich meebrengt. Dat we opnieuw kunnen kijken over
hoe we ons beleid kunnen kaderen of in ieder geval opdracht mee kunnen geven aan het college. Zodat we voorsorteren op een goede kaderstelling straks. En dat biedt wel een heleboel mogelijkheden. En daar is dan politiek technisch die verschuiving van amendering naar moties en steun van het een naar de ander wel een hele mooie ontwikkeling. Heel spannend ook. Als we daar dan toch over bezig zijn, wij hebben met onze fractie constructief meegedacht en gepoogd daar waar winst te boeken is voor onze inwoners, onze steun ook verleend aan de diverse moties die er liggen. Ik had alleen nog één klein vraagje aan alle partijen. We hebben hier voor het minimabeleid een motie liggen, waarin we zeggen dat, dat er in Hardenberg nog steeds kinderen in armoede opgroeien en dat we 70.000 euro zouden willen besteden om daar een stukje ondersteuning in te verlenen. En in het dictum staat dan ook dat het van alles zou mogen zijn voor gezinnen. Wij zouden graag willen weten van de fracties of het alleen bestemd mag worden voor de kinderen. Want we hebben het hier in de overweging dat het over kinderen in armoede gaat. En het zou niet zo kunnen zijn dat wij gezinnen ondersteunen waarbij alleenstaanden in die minima daarvoor geen rechten kunnen ontlenen. Wat de rest van de fracties hiervan vindt om in het dictum die aanscherping toe te voegen. Akkoord. En daarmee legt u die vraag in het midden van deze raad neer of deze motie niet breder opgevat moet worden. En daarvoor kijk ik toch allereerst naar de indieners van de moties. Ik weet niet of daar nu al op gereageerd kan worden. Of dat er een schorsing voor nodig is. De CDA-fractie, wilt u daar op dit moment op reageren? Of heeft u behoefte aan een schorsing? Dat zou kunnen. Ja, kijk, de regeling die vanuit het Rijk komt is natuurlijk ook gebaseerd op gezinnen met kinderen. En daar willen we eigenlijk op vooruitspelen. Maar als er behoefte is aan een kleine schorsing, moet dat voor mij in een minuut of twee kunnen. Mevrouw Luijten heeft ook de behoefte om te reageren. Wij hebben de motie steeds zo opgevat dat die met name bedoeld is voor kinderen. En zo is dat geld geloof ik ook bedoeld uit Den Haag. Dus als ik het zo samenvat, dan denk ik dat we als indieners het zeer met uw punt al eens waren, mevrouw. Ja, maar dan is het voor mij al duidelijk van wat bedoelt u daarmee dan precies? Vanaf 2017 komen er vanuit het Rijk middelen om minima gezinnen met kinderen te ondersteunen. Daarvan zeggen wij de indieners van de motie, laten we niet wachten tot volgend jaar, maar nu alvast met incidentele middelen vast daarmee beginnen, zodat we nog dit jaar kunnen beginnen met uitvoering van dat beleid. Dat is volgens mij de kern van de motie. Ja, maar dan blijft de vraag voor welke doelgroep dan? Is het voor kinderen of is het breder? Doelgroep is minima gezinnen met kinderen en daar wou ik het graag bij laten. Voorzitter. Mevrouw Hansen. Het is inderdaad de gedachte vooruitlopend op het fonds dat komen gaat. Wat niet wegneemt dat ik vind dat wij als raad ook aandacht zullen moeten gaan besteden aan alleenstaande onder de armoedegrens of net boven het sociaal minimum. Maar dat valt buiten dit potje. Ja, voorzitter, we hebben natuurlijk ook het SOCI-fonds en nog wat regelingen meer, kwijtschelding van de belasting en dat soort zaken. Ik zou toch toe willen spitsen op datgene wat in de motie verwoord is. Ik ben blij dat u het met me eens bent. Als u zelf met een motie kunnen komen wellicht. Ja. Mevrouw Luijten. De motie noemt nergens alleenstaande, daar is hij ook niet voor bedoeld. Het gaat heel expliciet over voor kinderen. Er staat gezinnen met kinderen, er staat nergens dat een gezin alleen maar uit een tweeoudergezin kan bestaan. Dus ik heb het ook steeds zo opgevat, dat kan ook prima een eenoudergezin met kinderen zijn of met een kind. Als er maar kinderen in het spel zijn. Volgens mij is hij daarmee, zou die heel helder en duidelijk moeten zijn. Als er een kind in het gezin is, eenoudergezin, tweeoudergezin, dat maakt niet uit. Daarvoor is deze motie bedoeld. Nee, maar in de uitvoering voor het college is het wel heel belangrijk om dat te weten. Waar is hij voor bedoeld? Ja? Voorzitter. De heer Gelling had zijn hand opgestoken. Dan kom ik bij u eerst aan. Ja, voorzitter, want ik ben wat abuis nu. Want ik had toch heel duidelijk begrepen dat het niet betreft incidentele gelden die nog bestemd moeten worden. Maar juist dat er nog een bedrag van genoemd 70.000 euro opgevraagd zou kunnen worden. Die, als wij dat niet vragen, weer weg is. Hè? Dus dat het echt een duidelijk, dat staat hier, dat er een hogere uitkering gemeentefonds tegemoet kan zien. Dus ik had begrepen dat dat het was en dat er een link is tussen dat bedrag wat opgevraagd zou worden. En daar hebben we het ook in de ronde nog even over gehad. Of dat als we het niet vragen, dat bedrag dan wegvalt. En dat is volgens mij toen bevestigend beantwoord.
Dus de insteek van onze fractie was eigenlijk die 70.000 euro eerst op te vragen. Laten we dat doen om die te bestemmen conform de daarvoor vast omschreven doelomschrijvingen. Laten we ons niet weer in de Gavi-val laten vallen. Althans, zoals ik begrepen heb, maar mocht dat niet zo zijn, dan zou ik wel even willen schorsen. Ja, voorzitter, op zijn kant het college daar soms ook even op reageren. Maar bij mijn weten zijn het gelden die reeds ontvangen zijn vanuit de september-circulaire. Dat is correct. Het is gelden die beschikbaar zijn gekomen met de gemeente van met de circulaire. Maar het college komt daar straks op terug. Voorzitter, misschien kan ik meneer Gilling een beetje uit de verwarring halen. Er is ook wel degelijk een budget aangekondigd waar nog plannen voor kunnen worden ingediend. Maar dat is een heel ander budget en een ander doel. Dit is iets wat in september bij de september circulaire al is aangekondigd. Nou, daar is niet van duidelijker van geworden, voorzitter. Maar ik geloof dat wij ons wel. We zijn mede-indiener, dus wij scharen ons graag achter de tekst zoals die hiervoor ligt. Los van deze onduidelijkheid die mevrouw Luiten nu opwerpt. Laten wij even de beantwoording van het college afwachten en dan kan er ook nogmaals zekerheid over gegeven worden. Mevrouw van Hoek. Voorzitter, ik was toch enigszins in de war geraakt door de discussie die er ontstond. Want mij ging het eigenlijk om maar één klein ding. En dat is draagt op, staat er, om dit jaar een eenvoudige regeling te maken waarbij gezinnen met kinderen die rond moeten komen van een laag inkomen een tegemoetkoming krijgen voor algemene kosten. Ja, en ik wilde alleen maar weten, mogen die algemene kosten dan neergezet worden specifiek voor kinderen? Dat het geld wat wij geven niet opgaat aan andere zaken dan alleen maar voor die kinderen binnen het gezin. Meer was het niet. Maar ik ben goed geïnformeerd over iedereen zienswijze daar niet van. Maar daar ging het mij specifiek om. Nou, mooi dat u geholpen bent op deze manier met een uitgebreide beantwoording vanuit de raad zelf. Het is goed dat het ook duidelijk is. Ik kijk voor de laatste keer rond in uw raad. Voordat we het college de gelegenheid geven om te reageren op de nieuw ingediende moties en amendementen. Is er nog behoefte om een laatste opmerking te maken, te reageren op elkaar? Of kunnen wij stellen dat we het college de gelegenheid geven om de beantwoording in de vijfde termijn op zich te nemen? Waarna we ook over zouden kunnen gaan tot stemming, mits uw raad dat wil natuurlijk. Ik kijk even naar het college of het behoefte is aan een schorsing. Nee, ja, het duurde even, maar het college wenst niet te schorsen. En voor wat betreft de volgorde van de sprekers zou ik willen voorstellen om te beginnen met de wethouder Financiën, de heer Boersma, ja, ter voorkoming van misverstanden. Het woord is aan de heer Jansen. Voorzitter, ik sta hier wat ontspannender volgens mij als de vorige keer toen ik hier ging staan na een schorsing. Die schorsing die bevalt soms niet zo goed. Ik denk, laten we dat nu maar niet doen. Misschien dat één vraagje straks nog even blijft liggen, maar daar kom ik dan wel op. Er is, als ik het rondje zo beluister, veel eenstemmigheid in uw wensen. En er is veel eenstemmigheid in wat betreft de begroting 2017. Nou, laat die nou niet als allereerste hier voor liggen. Wij moeten die begroting 2017 vaststellen. En ik constateer met, of het college moet ik zeggen, constateert met heel veel vreugde dat wij toch insgezind een begroting 2017 kunnen vaststellen. En dat betekent dat we met z'n allen toch het idee hebben dat we de goede kant op gaan, in ieder geval een goede begroting hebben vast te stellen. Laat dat dan in dankbaarheid geconstateerd kunnen worden. Dan hebt u een grote lijst en ik zal straks de amendementen nog wel even langslopen. Maar die allemaal samen is een stevige lijst waarmee u ons een ambitieuze opdracht geeft op weg naar de kadernota. Nou, daar zijn we ook voor ingehuurd om dan een kadernota te maken. Laat ik het zo voorstellen, het is de bedoeling dat we daar een smakelijke maaltijd van maken. Waar wij de ingrediënten bij gebruiken die u ons meegegeven heeft. Waarbij we nog even met de schuinoog moeten kijken naar de reservelijst of daar nog iets van zou moeten. En waarbij wij nog even moeten kijken, het is nu nog niet volgend jaar mei, wat er tussen nu en mei aan ontkombaars enzovoort aan zou komen. Nou, tegen die tijd moeten we dat ook meenemen. Dan laten we u het recept van de maaltijd zien. En dan is het aan u te beoordelen of die maaltijd goed op smaak is, of dat u zegt, er moeten al bij de kadernota wat accenten anders, moet wat pittiger of het moet een beetje voorzichtiger. En
dan gaan we daarmee als hernieuwde opdracht op weg naar de begroting 2018. Ja, en dan moet die maaltijd gegeten worden en dan is het aan u om te bepalen of die eetbaar is of dat er dan nog weer wat aangepast moet worden. Dat is de route die we gaan en dat betekent dat we elkaar hier best, denk ik, in een spannende kaderstelling terugzien, want de ambities zijn best wel groot. Als ik kijk, 6 ton OZB, 2 ton aflossingsschuld, 4,5 ton centrumontwikkeling, dat is bijna 1,3 miljoen. En dan ligt hier ook nog incidenteel geld als het duurzaamheidsfonds en het einde jaar. Dan moeten we niet te veel onweer krijgen onderweg, want dan worden we nog een beetje nat. Voorzitter, en de hondenbelasting ook nog. Die heb ik dan nog vergeten. Die heb ik dan nog vergeten. Ja, die stond nog niet op. Maar ja, dat is het lastige als je smiddags een lijstje maakt met wat je dan op dat moment weet. Klopt, nee, mijn excuus, die er nog bij. Dus aan u dus de zaak om te bediscussiëren met ons de kadernota. Voorzitter. En ik vind dat een ambitieuze klus, dat kan ik u wel vertellen. Mag ik een vraag stellen, voorzitter? Ja, verduidelijkende vraag. Ja, zeker. Het gaat over het procesvoorstel zoals ik dat hoor. En dat is ook gebruikelijk zoals dat hier gaat natuurlijk. Dat we de kadernota gebruiken om dit soort zaken te bespreken. Maar mij bekruipt het gevoel dat we een dusdanige ambitieuze opdracht aan u hebben meegegeven. Dat het mogelijk een idee is, graag uw reactie daarop. Dat we voor de kadernota uit, met bijvoorbeeld een benen op tafelachtige sessie, eens een keer met elkaar gaan nadenken van, kunnen die ambities nog gehaald worden? Hebben we daar dan beeld bij? Bijvoorbeeld maart, april, dat we even gezamenlijk gaan kijken. Volgens mij is juist die kadernota, of je dat nog met de benen op tafel wil doen, maar juist door ons ingezet als het rondje aan de voorkant op weg naar de begroting, om te kijken of we allemaal de neus in dezelfde kant op hebben. En dat is bij uitstek het rondje waarin we zeggen, college, u bent goed op weg of wij gaan u een nadere richtingwijzing mee te geven. Maar anders dan gaan we het wel ingewikkeld maken, lijkt me. En het lijkt me ook handig om even te kijken van wat gebeurt er tussen nu en mij, en hebben alle ingrediënten bij elkaar. Deze liggen er dan in ieder geval. Ik bedoel, u bent er zelf bij, daar kunnen we toch niet verdonkeren manen. Om dan eens te kijken van hoe gaan we het precies doen. Dus ik zou het niet onnodig ingewikkeld willen maken. Er waren nog een paar vragen en dan ga ik naar de moties toe. Er was een vraag over dividendgelden afval. Van kan dat nu wel of kan dat nu niet? De dividendgelden afval zaten in de afval. En hebben we toen bij de begrotingsdiscussie eruit gehaald en naar algemene middelen gedaan. En die zitten nog steeds in algemene middelen. De vraag is even van, kan dat? Ja, dat kan wel. Voor zover ik de jurisprudentie goed ken, dat kan wel. Want dat is een bedrijfsresultaat van de ROVA die afval doet en een aantal andere dingen doet. En daarmee gaan juristen en daarmee gaan tot nu toe nog altijd de rechter akkoord en volgens mij ook de VNG. Zo van, dat zou dan wel mogen. Omdat die als bedrijfsresultaat een iets andere rol gaat krijgen. Nou, zo hebben we hem gedaan. En er is geen aanleiding om op dit moment te denken dat dat niet meer kan. Maar we zullen jurisprudentie natuurlijk even netjes in de gaten houden. De heer Breukelman. Ja, misschien om daar even kort bij aansluiten. Ik wil dat punt afronden. Ik lees inderdaad in de historie dat de zaak destijds gewisseld is naar de Algemene Reserve en dat de heren Van der Valk en Boersma in november 2014 nog wel een dappere poging hebben gedaan om kostendekkendheid terug te brengen in het afval. Maar dat is waarschijnlijk bij 1 jaar gebleven. Dus dan neem ik mijn eerdere woorden wat dat betreft terug. Ja. Dan is die helder. Dan is nog de NSQ. Welke schuldquote hebben we? We hebben volgens mij de vorige keer rondje gedaan van, nou, we zouden hem nu, de commissie er geweest is, zouden we toch maar de VNG-definitie moeten doen. En het leek ons chic om in deze ronde van de begroting de beide iedere keer er neer te zetten. Om zo de soepele overgang naar, zeg maar, de VNG-definitie van NSQ te maken. Dus u mag er wat mij betreft van uitgaan dat wij volgend jaar die hanteren en dan ook alleen die hanteren. Ja, en als dat 75 jaar gaat duren, dan kan ik u één ding verzekeren. Dan zal ik het einde daarvan niet helemaal als wethouder meemaken. Maar we zien wel even hoe dat gaat. Even kijken.
Dan is er nog een opmerking van D66 over het restant van de reserve. Afvalstoffenheffing. Kijk, wij gaan er even van uit. Laten we daar even mee beginnen. Het college had voorgesteld een tientje terug te geven. We krijgen nu een amendement om 3 ton terug te geven. Ik ga ervan uit dat een tientje plus 3 ton is. En dan betekent dat eigenlijk grofweg een tientje plus 13 euro, iets van 23 euro per aansluiting, dat dan terug zal gaan. En even heel grof, ik heb de getallen niet precies in je hoofd, maar denk ik dat die ongeveer grofweg voor 2/3 leeg is. En dan is er nog een beetje geld en dan zegt D66, zouden we dat niet gaan gebruiken voor innovatie, afval en duurzaamheid? Nou, dan ben ik al een beetje voorzichtig en denk van, het is afvalgeld, laten we dan nou maar even bij de afval houden. Dat is 1. En 2, en als u iets met innovatie wil doen binnen de afval, dan is het aan de raad om daar iets van te zeggen. Maar ik wil u er wel even op wijzen dat de wethouder, die collega De Vent, met afval bezig is, enquête heeft gehouden en heel nadrukkelijk met beleid is en bezig is en binnenkort daarover bij u terug zal komen. Dus ik zou hem voor eerst hier even willen laten. Als ik dan nog een paar opmerkingen maak over de moties, laat ik het gelijk maar doen. Ik ben, voorzitter, met de nummering een beetje in de war. Maar ik ga ervan uit dat de motie over de centrumvisie en de detailhandel er nog steeds is. Ik zit nog even, maar dat is een beetje techniek, te kijken naar het eerste puntje van draagt het college. Er staat als onderdeel van de begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020 te onderzoeken of meer middelen nodig zijn dan de nu ingeplande 450.000. Even helder, de 450.000 is nog niet ingepland, die staat op de reservelijst. Ik zou dan op de reservelijst genoemde of zo, maar het is een beetje, ik snap de bedoeling van, wij willen graag dat u bij de kadernota geld voor centrum neerzet. En dat is een breed gedragen motie. Zo snap ik hem en zo zouden we hem willen uitvoeren. Heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de heer Jans heeft helemaal gelijk. Het gaat om de gereserveerde geld. Akkoord. De sociale ombudsfunctie, daar zal collega De Vent denk ik nog even op reageren. Dan pak ik deze maar even in volgorde waar ik ze nu voor heb liggen. Dat is, ik heb minimabeleid voorliggen. Daar is een beetje onduidelijkheid over wat het CDA nu precies als dekking zoekt. Een bedrag uit september of zeg maar de kleinsma gelden voor gezinnen met kinderen die aangekondigd zijn per, en dan moet ik even mijn collega gaan kijken, volgens mij januari. Januari 2017, want dan zouden we ze even als het ware voor moeten financieren. En als we dat niet doen, dan is het heel simpel. We hebben een september circulaire. We hebben volgens mij in het verslag van de Tweede Beerap een begrotingsresultaat waar wij een aantal van die dingen er al in hebben staan. Dan zou het dus betekenen dat het begrotingstekort 2016 gewoon oplust met 70.000. En dan kun je dat eventueel herstellen in 2017. Dan zou het dus een vorm van voorfinanciering zijn. Nou. De heer Breukeman. Voorzitter, volgens ons weten is september circulair niet meegenomen in de tweede bestuursrapportage. Nou, de september circulair is dat was ook nodig. Na de stukken pas definitief geworden. Dat is correct. Ja. Maar even los, hoe dan ook, als je hem niet gebruikt, komt hij in de uiteindelijke begrotingsresultaat. Gebruik je hem wel, prima, dat is gewoon een verschil van 70.000. En als je dan vanaf volgend jaar daar extra gelden voor krijgt, nou, dan kun je daar ook nog mee verrekenen. Met ingang van volgend jaar. Maar het lijkt me niet zo'n probleem. Maar misschien kunt u dan wel even benadrukken dat als de gelden van de september circulaire niet zijn meegenomen in de stukken die voorliggen, dan wordt het resultaat dus ook niet negatief. Nee, dat is helder. Maar daarom liep ik net ook even aan de andere kant van, hoe zit die nou precies? En dat was nou net dat ene puntje waarvan ik zei, daar moeten we straks misschien nog even op terugkomen. Ik heb namelijk sterk de indruk dat dat voor een aantal partijen toch van groot belang is hier. Nou, dan komen we daar nog inderdaad, even, voorzitter. Komen we daar nog even op terug. De afvalstoffenheffing, nou, het punt is al gemaakt van, is het plus plus? Ja, het is plus plus. En die kan daarvoor besteed worden, want daar is die ook voor. En het is een uur om dat wel of niet te doen. De onroerende zaakbelasting, die beschouwen wij als richtinggevend kader voor de kadernota, daar heb ik het over gehad. Datzelfde geldt voor het aflossingsplan. En
Hetzelfde geldt voor de motie van Op Koers. Als die straks aangenomen wordt en dan blijft er nog het duurzaamheidsfonds die slaat op de motie om 5 ton te vinden die er even niet was. En ik lees hem als doe een ultieme poging om of uit de resultaatbestemming 2016 of voor de eerste BRAP, dat geldt ons nog te vinden. En wij beschouwen dat als een hele stevige opdracht om die te vinden. En zo gauw we die hebben, dan zullen we het u melden. En als we hem echt niet kunnen vinden, dan zullen we het u ook zeggen. Maar vooralsnog gaan we er vanuit dat we hem wel vinden. Heer Stelstra. Ja, voorzitter, ik wil toch nog even reageren op de reactie van de heer Jansen. Onze motie is niet zozeer een richtinggevend kader. Er zit één kader in, maar wij verwachten wel een plan van het college. Dat is denk ik wel wezenlijk anders dan een richtinggevend kader. Ik heb hem gelezen als probeer nou bij de kaderstelling te laten zien dat je voor 2 ton lastenverlichting inklopt. En probeer nou ook even een plan te laten zien hoe je dat structureel wil gaan doen. Nou, het gaat iets verder. Wij zeggen in feite 200.000 euro zou uit de begroting gehaald kunnen worden. Nou, dat kan u prima zien als richtinggevend kader. Maar wij verwachten ook een aanvullend plan om een grotere ambitie invulling te geven. Dus om tot meer aflossing te komen. En daarvoor kan u denken aan het inzetten of het verkopen van Activa, het gebruiken van meevallers. Dus wij verwachten daar wel een plan van het college. En het zou mooi zijn als die ambitie op 1 miljoen gesteld kan worden. Ja, oftewel, ik heb een beetje beschouwd als de ondergrens is 2 ton en alles wat je nog meer kan halen is mooi meegenomen. En er worden een aantal suggesties gedaan waar je die richting zou kunnen gaan zoeken. Nou, nee, dan zitten we toch nog niet op dezelfde lijn. En die 2 ton, daarvan zeggen we dat zou uit de begroting kunnen, dus uit het begrotingsresultaat. Ja. Ja. En daarnaast verwachten wij een veel grotere ambitie van u, want het zou mooi zijn als u het wel kan meemaken, die 100%, om tot snellere aflossing te komen. Ik denk dat het handig is om te zeggen dat wij gewoon elk jaar bij de begroting en dus ook bij de kaderstelling van de begroting dit een vastpunt maken van bekijken even naar hoe zit het met onze schulden, wat hebben we eraan gedaan, wat zouden we eraan kunnen doen en hoe doen we dat in afweging van. En dan is hij ook heel helder en dan kan de raad zeggen, u hebt het goed gedaan en dan kan de raad zeggen, u moet nog een tandje bijschakelen of u moet een tandje afschakelen. Ja, dat vind ik al een geweldige toezegging. Maar toch zouden we bij de kaderstelling alvast een aantal lijnen inzichtelijk willen hebben waarin het college zegt, en ik zie de heer Prinsen achter schudden, dat waarin een aantal ambities worden neergelegd van nou, zoveel zouden we nog kunnen verkopen, kunnen afstoten. Noem het maar op. Ik schrok al even. Ik dacht dat als hij zou schudden, dan zou hij het er niet mee eens zijn. En dat kon ik me al bijna niet voorstellen. Hij knikte ja. Ja, maar hij staat 1-1 in de dictum. Ja, correct. Voorzitter? Ja, hier ga ik. Mag ik nog twee opmerkingen of vragen eigenlijk plaatsen? Enerzijds in aanvulling op meneer Stelstra. Oogt u in ieder geval niet alsof u heel erg gemotiveerd bent om de schuldpositie eens even stevig terug te brengen? En dat is toch wel wat er eigenlijk moet liggen, want als je het hebt over bedragen, dan is het eigenlijk 15 miljoen. Nou, dat duurt 75 jaar met die 2 ton, dus dat is een gebed zonder einde. Maar als je de ambitie uitspreekt om te zeggen, nou ja, die 15 miljoen brengt ons terug naar 100% schuldquote, dan kun je heel snel eigenlijk dingen doen. En dat is denk ik de vraag van meneer Stelstra. Dan kun je ook zeggen, in samenhang met het grondbedrijf, nou misschien moet je eens wat sneller dingen afstoten. Misschien moet je ook echt daadwerkelijk af gaan stoten en het bedrag is 15 miljoen. En dat maakt het kader wat inzichtelijker en dat maakt eigenlijk het doel ook heel duidelijk. De stip op de horizon is dan ook daar waar die moet staan. Dat is één. En twee, ja, ik zou toch nog even terug willen komen naar de dividenden. Want ik vraag me af of uw juristen dat die bepaling voor 12 juli hebben gedaan of na 12 juli. Want die uitspraak van die rechter is toch wel heel erg in de richting van dat dat geld wat voor afvalstof is binnengehaald niet voor iets anders mag worden gebruikt. En dit indiceert dat de ROVA feitelijk, want die stuurt u natuurlijk een rekening stuurt, daar kennelijk geld aan overhoudt. En die zullen best wel wat anders doen. Maar ik neem aan dat ook bij de Gavi, die verbrandingsoven was het volgens mij, ook wel eens iets anders verbrand gaat worden dan het vuil van de gemeente Hardenberg. Dus ik vind het eigenlijk heel raar dat u heel stellig zegt dat Gavi geld, dat moet terug. Want is ten laste van afvalstoffen geheven, dat moet terug. Dat gebeurt hier precies hetzelfde, hè? Want ROVA doet eigenlijk niet anders in de stelligheid, waarmee meneer Breukeman ook net zei dat al lang naar de
afvalstoffenreserve ging, doet mij vermoeden dat in ieder geval deze uitspraak wel eens een andere uitkomst zou kunnen hebben. Dus wellicht, veiligheidshalve, zou het geen kwaad kunnen om uw licht nog eens op te steken na deze uitspraak van 12 juli ter zake van dividenden van de Rova. Wij willen met alle plezier even een notitie daarover naar u toe sturen. Met die verstanden, dat gaan we sowieso even doen. We gaan check, check, dubbel check, zeg ik dan altijd. Nou, dat gaan we nu doen. Tot nu toe, sommige dingen zijn één op één. De gavigelden waren één op één afvalstoffenheffing van de burgers. Als je naar de Rova gaat, kosten in rekening gebracht enzovoort, en dan is er nog een bedrijfsresultaat en aan het eind daarvan komt daar nog eens een keer dividend uit. Dat staat verder af van, het heeft een relatie, maar het staat verder af van de directe heffing van afvalstoffen. En tot nu toe is dat altijd buiten boord gebleven in alle regelingen, ook wat ik er nu over gehoord heb en gelezen heb. En veel belangrijker van mijn adviseurs meegekregen heb. Maar als u zegt van, nou, het kriebelt mij een beetje, geen zorgen, wij gaan dat nog eens even heel zorgvuldig doen en we laten u er even weten. Maar het heeft niet zoveel zin als we nu even in wel eens niet eens gaan komen, want ik heb de juristen hier niet even achter me staan. En de eerste, als u denkt dat hier een slechte ambassadeur van verlaging van schulden staat, dan is dat een misvatting. Daar kan ik heel kort over zijn. Akkoord, dank voor de bijdrage van de zijde van de wethouder Financiën. Er zijn nog een paar opmerkingen blijven liggen voor duurzaamheid en sociale ombudsfunctie hier. Ik wil graag het woord willen geven aan de heer De Vent. Dank u, meneer de voorzitter. Ja, rondom de duurzaamheidsambities, daar heb ik volgens mij een kleine week geleden ook al een heel verhaal een betoog over gehouden. Die zijn onverminderd groot, zeg ik. Ook na vorige week. Dus het is natuurlijk wel een verschil op het moment dat je over geld beschikt of dat je daarna op zoek moet. Daar hebben we het met elkaar over volgens mij. Maar volgens mij, als ik kijk naar het klimaat waar we in zitten hier en het draagvlak wat ik vind, ook bij bedrijven, daar heb ik de vorige keer nadrukkelijk iets van gezegd. En die bedrijven die ook vanavond even naar orde zijn geweest bij mevrouw Kelder, die hebben ook gezegd, wij gaan meedoen in menskracht, maar ook in middelen. En wij zoeken de verbinding met lokale initiatieven. Want die kennis en know-how willen ze graag inzetten om lokale initiatieven op gang te brengen. Want we hebben ook de ervaring in coöperatieve verbanden, dat coöperatieve verbanden soms struikelen omdat het ontbreekt aan deskundigheid. En die deskundigheid wordt juist ingezet door die partijen die zich verbinden aan ons plan. En ik heb vanochtend weer twee ondernemers gesproken die met duurzaamheid aan de slag willen. En kortom, volgens mij is het moment daar en wij gaan ons uiterste best doen om richting de eerste bestuursrapportage die middelen te vinden. Want nu is ook het momentum daar om dat wat mee te doen. Dus onverminderd hoog de ambitie. Dat is even mijn reactie op de voorzitter, zou ik de wethouder nog een vraag willen stellen? Heer Van den Berg. Is de wethouder ook van mening dat asbestsanering ook onder de duurzaamheidsfonds valt? Nou, we hebben daar diverse keren al eens over gesproken. En ik heb ook gezegd, op het moment dat je daar relatie kunt leggen tussen asbest en zon, dan zie ik wel een directe verbinding. Maar niet alleen het asbestvraagstuk aan zich. Voorzitter. Heer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. Vraag aan wethouder. U geeft aan dat u zeer zeker uw best gaat doen om die 500.000 vanuit de motie naar u toe te halen om dat duurzaamheidsfonds mee te vullen. Nou ja, goed, u noemt al een aantal initiatieven die mogelijk van grond komen, onder andere met dat geld. Volgens mij heeft u ook vorige week gezegd dat het niet per se bij die 500.000 zou blijven als we kijken ook naar de ambities van deze raad. Hoe kijkt u financieel gezien dan tegen deze opdracht aan en ook naar de mogelijke ontwikkelingen die nog voor ons komen te staan? Ja, ik kijk nu naar de organisaties die zich bij mij melden met hun plannen. En ook zeggen van, wij hebben u als gemeente er ook bij nodig. Ik kan nog niet voorspellen hoeveel precies de opgave wordt. Dat zeg ik ook maar heel nadrukkelijk. Belangrijk is, als u vanavond de begroting vaststelt, dat we een ton hebben, in ieder geval om aan de slag te gaan. De kwartiermaker, heb ik ook vorige keer gezegd, die aan de slag gaat om juist de initiatieven aan elkaar te verbinden. En door het verbinden van initiatieven en het uitwerken van plannen, business cases, zullen we ook weten wat die opgave is in de vorm van cofinanciering. Want ik heb ook nadrukkelijk vorige keer gezegd, cofinanciering is dan wel het toverwoord om anderen mee te laten doen. De heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, tijdens onze initiële bijdrage afgelopen vergadering
hebben wij ook nog aandacht gevraagd voor het onderwerp inclusie. We hebben aangegeven dat wij op korte termijn plannen en actie van het college verwachten. Wellicht zou de wethouder daar nog even op willen reageren. Ja, die opmerking heb ik natuurlijk ook uiteraard mee teruggenomen naar de organisatie toe. En ik heb ook begrepen dat er op hele korte termijn overleg plaatsvindt van de werkgroep. En ik heb ook aangegeven dat ik zo snel mogelijk na dat overleg met die werkgroep in gesprek wil. Om als dan de plannen te horen en elkaar met elkaar ook te kijken van wat dat dan betekent. Uiteindelijk ook in beleidsmatig, maar ook in financiële zin. En welke termijnen heeft u ongeveer in gedachten? Is dat eind volgend jaar of begin dit jaar? Nee, volgens mij komt die werkgroep volgende week al bij elkaar. En misschien kan meneer Brink daar nog iets meer van zeggen. Voorzitter, als u mij toestaat, dan ga ik even kort op in. Ja, dat klopt inderdaad wat u zegt. Wij komen bij elkaar aanstaande maandag, dus over precies een week. Dan gaan we een werkconferentie voorbereiden met een delegatie vanuit deze raad. Mensen vanuit het ervaringsveld, dus mensen vanuit de participatieraad en dergelijke. En mensen vanuit het ambtelijk apparaat van onze mooie gemeente Hardenberg. Dan gaan wij, zoals gezegd, een werkconferentie voorbereiden die zou plaatsvinden in het volgend jaar 2017. Maar wel in het begin van 2017, laat ik het maar zo zeggen. Dus wij gaan ermee aan de slag. Dat is eigenlijk wat ik er even over wil zeggen voor nu. Kort, dank u wel. Ja, voorzitter, het gaat ons met name even om de actie en de plannen, wanneer we die kunnen verwachten. Doordat er een werkconferentie wordt gehouden, is hartstikke mooi. Dat juichen we van harte toe. Maar we zijn met name benieuwd wanneer het college dit kan omzetten in een aantal beleidskaders en plannen. Voorzitter, ik wacht met smart de uitkomst van de werkconferentie ook af. Want we hebben ook gezegd dat het is een proces van onderop. En we willen ook gevoed worden zeg maar, door signalen vanuit de samenleving. En als we dat in het eerste kwartaal kunnen organiseren, dan zullen we ook richting het tweede helft van het jaar volgens mij stappen kunnen maken. Heer Brink. Ja, toch even een hele kleine toelichting. We hebben volgens mij in de kader, of met het bespreken van de kaderstellingsnota, hebben wij ook aangegeven dat we hier als raad mee aan de gang willen. Wij willen ook een plan wat een brede draagkracht heeft, hè? Dus dat gedragen wordt door alle betrokkenen. Dat vinden we belangrijk, dus inderdaad, die werkconferentie, daar zult u ook voor worden uitgenodigd. En met elkaar is dan de bedoeling dat wij de doelstellingen gaan vaststellen. Voor A, de korte termijn, maar voor B, ook de langere termijn. Dus dat is wel een heel belangrijk uitgangspunt, dat we volgens mij als raad ook hebben aangegeven. Wij willen aan de gang met inclusie, dat is één. Met twee is vanuit een breed draagvlak, en daar gaan we voor. Akkoord, dank voor uw uitgebreide en duidelijke beantwoording. Daarmee is ook de beantwoording door de wethouder afgerond. Andere vragen liggen er volgens mij niet op dit moment. Ik kijk even rond of er bij u nog iets is blijven liggen wat nog aan bod zou moeten komen. Dat is niet het geval. Dan constateer ik dat er zeven moties liggen en twee amendementen nog. Waarbij één amendement over de sociale ombudsfunctie nog wellicht... kijk even naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Hoe? U wilt daar even voor schorsen. Dan stel ik voor dat we de vergadering voor 10 minuten schorsen. 10 minuten schorsen en dat we daarna overgaan tot de stemming. Kan dat uw goedkeuring wegdragen? Ja, akkoord. De vergadering is geschorst voor 10 minuten. Geachte leden van de raad, mag ik verzoeken om uw plaats opnieuw in te nemen? Dan kunnen wij de vergadering heropenen. Geachte leden van de raad van Hardenberg, ik heropen de vergadering. Er is om een schorsing gevraagd vanuit de zijde van de fractie van de Partij van de Arbeid. Dat had volgens mij alles te maken met amendement nummer 4 over de sociale ombudsfunctie. En ik zou graag daarom het woord willen geven aan mevrouw Luiten. Dank u wel, voorzitter. Wij stellen inderdaad voor, samen met onze mede-indieners, om het dictum van dat amendement iets aan te passen. Namelijk naar het volgende: draagt de raad op om driejarig incidenteel 60.000 euro te reserveren voor de invulling van de sociale ombudsfunctie. Ja, akkoord. Dus incidenteel geld. Voorzitter. Driemaal 60.000 euro. Net zoals vorige week aangegeven, ook is deze 60 bij deze mede-indiener en mede-ondertekenaar. Helaas is dat niet in de papieren versie terechtgekomen. Nee, dat klopt. Dat zie ik hier ook staan. Maar wij voegen D66 toe
aan deze, als indiener van deze motie. Akkoord. Daarmee kunnen wij, zouden wij over kunnen gaan tot de stemming. Maar we maken eerst een rondje om even te kijken van of amendementen en moties in stand kunnen blijven. Ik zie een hand van de heer Roodmans. Een voorzichtig handje. Ik heb nog één vraag die een beetje bleef hangen bij mij. En als ik mag, voorzitter, wil ik deze vraag toch nog even stellen aan het college. En het gaat over het plukje geld, Gavi-gelden, wat niet besteed zal gaan worden. Zover ik heb begrepen van de wethouder Financiën. Mijn vraag is, ook aan de wethouder wat betreft duurzaamheidsbeleid, of dat stukje geld, Gavi-gelden, wat niet besteed wordt in 2017, of dat gebruikt kan worden en of dat mag gebruikt worden om te innoveren op het gebied van afval, afvalinzameling en afvalverwerking. Akkoord. Dan hebben we de Gavi toch nog weer terug in de arena. Ik kijk even naar de heer De Vent. Dan gaat het om het geld wat bestemd is voor 2017, of dat een deeltje daarvan bestemd kan worden voor innovatie op datzelfde terrein. Heer De Vent. Dank u, voorzitter. Ik denk op zich een creatieve gedachte, maar na alle discussies die we hebben gehad is het denk ik goed om uit te zoeken of het inderdaad mag. En dat gaan we zeker doen. En als dat mag, dan komen we daar ook zeker op terug bij onze plannen rondom innovatie afval. Overigens, even voor de volledigheid, deze vraag leefde ook bij de Partij van de Arbeid en ChristenUnie. En mede dankzij hen dank ik u voor deze toezegging dat u dit gaat onderzoeken. Akkoord. Daarmee ligt er een toezegging om daarop terug te komen in de richting van de nieuwe raad. Ik kijk naar het laatste onderdeel van deze avond, de stemming over de voorstellen zoals die liggen. Daarom is het goed om te inventariseren welke amendementen en moties er liggen en of ze in stand blijven. Ik loop ze even langs. Amendement 4, sociale ombudsfunctie, is gewijzigd, blijft in stemming. Het college heeft aangegeven daarmee aan de slag te kunnen. Motie 1, centrumvisie, detail en structuurvisie, is eerder ook al over gesproken. Het college wil die overnemen. Ik zou hem toch in stemming willen brengen om dat ook te markeren. Motie 2, VVD, verlagen woonlasten, algemene grote motie, zeg maar, om daar rekening mee te houden, blijft in stemming. Amendement 6, de afvalstoffenheffing nieuw van de CDA en mede-indieners, blijft in stemming. Motie 3, OZB, CDA en anderen, blijft ook in stemming, kan worden overgenomen door het college, gaat ermee aan de slag. Motie 4, minimabeleid, blijft in stemming. Motie 5, aflossingsplan, is overgesproken. Het college wil zich daaraan verbinden. Motie 6, duurzaamheidsfonds, wordt in stemming gebracht. En motie 7, het verlagen van de hondenbelasting. Die blijft ook in stemming. Ingediend door op koers.nu samen met anderen. Volgens mij heb ik dan de inventarisatie compleet. Dit is wat er in stemming wordt gebracht. We hadden aan het begin van de raadsvergadering vorige week dinsdag afgesproken om in ieder geval de behandeling in één keer te doen, maar afzonderlijk te stemmen over de bespreekstukken. En met uw goedvinden zou ik dat nu willen doen. En dan komen wij bij agendapunt 5 uiteindelijk weer terecht. En dat is de tweede bestuursrapportage 2016, begrotingswijziging. En daar beginnen wij inderdaad met de bestuursrapportage zelf. Daar hangt ook nog een motie achter, maar die komt straks. We gaan eerst beginnen met de bestuursrapportage 2016. Is er behoefte aan een stemverklaring? Dus in ieder geval kunt u instemmen met de tweede bestuursrapportage 2016 en de 12e begrotingswijziging zoals die voorligt. Dat is het geval. Algemene stemmen van de aanwezigen hier wordt die aangenomen. Dat brengt ons bij de motie. Motie nummer 4. Motie nummer 4, en die pak ik er even bij, ingediend door de fractie van het CDA, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, VVD, op koers.nu, D66 en GroenLinks. Volgens mij daarmee door de complete gemeenteraad. Daar kunnen we heel kort en duidelijk volgens mij op zijn. Deze motie over minimabeleid die het college wil uitvoeren, die is volgens mij met algemene stemmen hier van de aanwezigen aangenomen. Akkoord? Akkoord. Dan komen wij bij agenda punt 6, de nota grondexploitatie
2017. Daar zitten geen moties en amendementen in. Behoefte aan een stemverklaring. Dat is niet het geval. Kunt u instemmen met de nota rond exploitatie? De heer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals aangegeven in de bijdrage kunnen wij instemmen met deze nota. Dan zullen wij binnenkort alle partijen uitnodigen voor een herijking van de visie. Het is goed dat u ons er nog even weer aan herinnert dat u daar inderdaad een toezegging had gedaan naar de raad toe. U kunt instemmen met nota grondexploitatie. Akkoord. Akkoord. Daarmee is deze nota grondexploitatie 2017 aangenomen. Brengt ons bij de begroting 2017. Daar liggen een aantal amendementen en moties achter. En dan beginnen we zoals goed gebruikelijk is met de amendementen. En daarbij proberen we ook te kijken naar de amendementen die het meest verstrekkend zijn. En zoals we even kort hebben geïnventariseerd, lijkt het dat de motie over de afvalstoffenheffing, of sorry, het amendement moet ik zeggen, dat is amendement nummer 6. Amendement nummer 6 over de afvalstoffenheffing. Ingediend door CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, VVD, op koers.nu, D66 en GroenLinks. Daarmee ook door de gehele raad is ingediend. Altijd even checken of niemand vergeten. Dan stemmen wij eerst over het amendement. Behoefte aan stemverklaring in de vorm van het amendement kunnen constateren. Het amendement is raadsbreed aangenomen. En daarmee ligt er een heldere opdracht. Dat brengt ons bij het tweede amendement. Het amendement van de Partij van de Arbeid. Sociale ombudsfunctie nummer 4. Amendement nummer 4, ook gesteund door de ChristenUnie, VVD en zoals gezegd D66. Kunt u instemmen? Wie is voor aanneming van dit amendement? Maak even als mede-indiener zou ik voor. Ook CDA-fractie kan ik daarbij noteren. ChristenUnie is akkoord, VVD is akkoord, GroenLinks. Akkoord. D66 was al akkoord. Op koers.nu. Oké. Daarmee is ook dit amendement raadsbreed aangenomen. Al dus besloten. Brengt ons bij de begroting zelf. Begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020. Behoefte aan een stemverklaring. Niet het geval. Kunt u instemmen met deze begroting zoals die ligt? Dat is het geval. Algemene stemmen aanvaard. Akkoord. Agenda punt 8. En daar, we gaan eerst nu naar de moties toe. Inderdaad, die horen nog bij de begroting 2017. En daar liggen nog 6 moties voor. Te beginnen met motie nummer 1, centrumvisie en detailhandelsstructuurvisie. Zoals gezegd, het college wil die motie overnemen. Ik ga even naar de moties. Deze motie is ingediend door ChristenUnie, CDA, Partij van de Arbeid, VVD, GroenLinks. Mensen op papier. En kan worden gesteund door anderen ook nog op koers.nu? Ja, op koers.nu kan hem ook steunen. D66, ook voor aanneming van deze motie. En dat betekent dat deze motie ook raadsbreed is aangenomen. Akkoord en dank. Motie nummer 2. Ingediend door de fractie van de VVD, CDA, ChristenUnie en D66. Ik kijk naar de andere fracties of zij deze motie kunnen steunen, willen steunen. GroenLinks, deze motie gaat over het verlichten van de woonlasten voor alle huishoudens van de gemeente Hardenberg. Eigenlijk een brede opdracht zoals die is geformuleerd. Ik kijk naar de fractie van GroenLinks. Steunt u deze motie? Akkoord. De fractie van Op Koers.nu? Akkoord. En tenslotte de fractie van de Partij van de Arbeid. Voor. Ook voor. En daarmee is ook deze motie raadsbreed aangenomen in grote eensgezindheid, constateer ik. Brengt ons bij motie nummer 3. De motie over de onroerende zakenbelasting. Ingediend door de fractie van CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, VVD, D66 en GroenLinks. Aanvullend vraag ik aan de fractie van Op Koers.nu of zij kunnen instemmen met deze motie. Mijn antwoord is ja daarop. Dan bent u daaraan verbonden, aan deze motie. Daar hou ik het bij laten, maar dat betekent dat ook deze motie raadsbreed is aangenomen. Akkoord.
motie nummer 5. Het zogenaamde aflossingsplan. Ingediend door de fracties van de ChristenUnie, CDA, Partij van de Arbeid, VVD, D66, GroenLinks. En ook daar vraag ik opnieuw aan de fractie van Op Koers.nu. Wat is uw antwoord daarop? Voor. U bent voor de aanneming van deze motie. En daarmee is ook deze motie inderdaad raadsbreed ondersteund. Dan motie nummer 6. Motie nummer 6, het duurzaamheidsfonds. Het duurzaamheidsfonds, ingediend door de fracties van Partij van de Arbeid, CDA, ChristenUnie, VVD, D66, GroenLinks. En opnieuw vragen wij aan Op Koers.nu. Wat is daarop het antwoord? Steunt u deze motie? Ja. Akkoord. En daarmee is ook deze motie aangenomen. Akkoord. Motie nummer 7, ten slotte. Motie nummer 7. Nu komt het erop aan. Of het wederzijds is. De fractie De Liefde, hè, zou we dat kunnen zeggen, daar is eerder over gesproken in deze raad. Maar motie nummer 7 gaat over het verlagen van de hondenbelasting. Deze motie is ingediend door Op Koers.nu en wordt onderschreven, ondersteund door de fractie van ChristenUnie, CDA, Partij van de Arbeid. En ik kijk even naar de andere fracties. GroenLinks. Laten we het rondje dan compleet maken. Graag zelfs. Akkoord. De VVD. Wij zijn ook voor, voorzitter. Voor. Kijk aan. En dan de fractie van D66. Ik wou woef zeggen, maar goed. Ja. Ja. Akkoord. Daarmee is ook deze motie over het verlagen van de hondenbelasting raadsbreed aangenomen. Ja. Ja. Daar moet je even over nadenken. Bijna. Heel goed. Mooi. Prima. En daarmee komen wij aan het einde van deze agenda. Ja, bijna aan het einde, maar ik ben nu even de agenda kwijt. Want we hebben nog één agendapunt, dat is nummer 8, de afronding van de begroting 2017. Annex de vaststelling van de eerste begrotingswijze 2017, aanleiding van de septembercirculaire. Behoefte aan een stemverklaring, dat is niet het geval. Dan vraag ik u, kunt u instemmen? Dat is akkoord. Akkoord. Algemene stemmen aanvaard. Agendapunt 9. Rondvraag van deze toch wel bijzondere begrotingsbehandeling. Mevrouw Van Veldhuizen, CDA-fractie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb even een vraag naar aanleiding van het vorige week uitgekomen rapport van de kinderombudsman Nederland. Die is eigenlijk een ombudsvrouw. Maar daar gaf zij bij herhaling eigenlijk knelpunten in de jeugdhulp aan en riep alle gemeentes op om daar eens kritisch bij zichzelf naar te kijken. En ik hoor graag wat de portefeuillehouder aan deze oproep doet. Dank u. Daarvoor kijk ik even in de richting van het college. De heer Jansen, de reportage van de ombudsman over de jeugdhulp. Even een algemene, als er zoiets komt, kijken we er altijd even heel scherp naar. Want moet je altijd even kijken, wat betekent dat voor mijn gemeente? Nou, die analyse wordt gemaakt. En wat betekent dat voor ons als regiojeugd? En wat betekent dat bijvoorbeeld voor Veilig Thuis? Als er iets bijzonders zijn. Nou, we zijn met Veilig Thuis regionaal op dit moment heel stevig bezig om dat scherp neer te zetten. Dus die heeft aandacht. En voor de rest zullen we hem nog eens een keer op al zijn consequenties even bekijken. En het is denk ik goed dat ik daar in een later stadium, als we het goed bekeken hebben, nog even bij u op terugkom. Akkoord, voldoende beantwoord. Dank. Anderen voor de rondvraag nog? Dat is niet het geval. Dan komen we aan het einde van deze vergadering, agendapunt 10. Sluiting van deze begrotingsvergadering, zoals gezegd, best een bijzondere behandeling. Maar u heeft eerder in de eerste bijdrage ook aangegeven dat er een mooie begroting ligt. En de raad heeft daar nog een ambitie bijgelegd als het gaat om duurzaamheid, lastenverlichting en schuldenproblematiek verlagen. Nou, volgens mij een goed gevulde ordeportefeuille voor het college om daarmee in 2017 volop aan de slag te kunnen en daarmee bij uw organisatie of bij uw raad terug te komen. Dank voor uw inbreng en voor de constructieve houding en overleg in de afgelopen periode. Ik sluit de vergadering onder dankzegging voor uw inbreng. De vergadering is gesloten.